We zijn hier bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij houden toezicht op de privacywetgeving in Nederland en wij bevorderen en bewaken dat iedereen zich daar goed aan houdt. Ik ben gaan promoveren omdat ik mijn tanden eens een keer echt in een onderwerp wilde zetten. Het motieonderzoek gaat over het meetbaar maken van privacy, maar dan in de digitale context. Ik wilde graag heel goed begrijpen hoe dat nu werkt, wat de technologie is die daarachter zit. Maar eigenlijk, dat is nog wel het belangrijkste, te begrijpen welke bedrijven werken nu met elkaar samen. Ik heb geprobeerd om het meetbaar te maken, zodat je daarna de vraag kunt stellen, hoe erg is dat nou, waarom is het erg? We zijn natuurlijk een autoriteit. Een van onze kernwaarden is ook deskundigheid. Vandaar dat het ook belangrijk is dat we soms heel erg diep op een bepaald onderwerp in kunnen gaan, zodat we die kennis in huis hebben. En niet onbelangrijk dat we dat ook aan de buitenwereld kunnen laten zien. Bij Dual PhD Centre hebben ze een hele interessante constructie. Met name het eerste jaar word je heel intensief begeleid. Je krijgt dan allerlei onderzoeksvaardigheden aangereikt. Van wetenschappelijke integriteit tot onderzoeksmethodologie. Ze bieden ook een enorm sociaal vangnet. Dus elke week bijvoorbeeld een lunch waarin we gezamenlijk kunnen spreken en sparren. Daarnaast hebben we een dagelijkse begeleider waar je bij aan kunt kloppen. Om het half jaar is er een evaluatiemoment. Ik kan zeggen, het is een hele nauwe begeleiding vanuit de campus. En ik denk dat het een belangrijke randvoorwaarde is richting succes. Ik zou het zeker aanraden. Niet alleen omdat het laagdrempelig is om in gesprek te komen. Het Dual PhD Centre heeft natuurlijk ervaring met hoe brengen we mensen naar de eindstreep. Ik denk dat het voor heel veel werkgevers een hele interessante manier is om aan de ene kant hun medewerkers de mogelijkheid te geven om zich verder te ontwikkelen. En voor de uitstraling als bedrijf dat je deskundig bent en ook bereid bent om daarin te investeren. Promoveren is wel een hele bijzondere dag. En ik kan iedereen zeggen, zorg dat je er uitgerust aan begint, zodat je elke minuut daarvan kunt genieten.